De weg is zo lang zonder jou, mijn kind. Kamerdeur open gedaan, licht aangedaan en de alarm maken. Ik heb wel gedacht, zou ze zich toch in iets vreemds hebben begeven? In het Hengeloze huis waar Ina en Paul Kuiper 25 jaar geleden ook al woonden, herdenken ze hun dochter Maaike. Een creatief meisje dat graag met haar handen werkte. En een boekenwurm. Al vroeg stond haar kast vol kinderboeken. Ze ging naar het VWO op de Grundel in Hengelo en koos daarna, net als haar ouders, voor het onderwijs. Iemand zei een keer tegen haar van, nou de PABO, dat is best wat voor jou. Er is zo'n brede opleiding, niet alleen cognitief, maar ook creatief. En daar kun je alles in kwijt wat je in je hebt. En toen heeft ze dat gekozen. Op het eindbal, om zo maar eens te zeggen, toen kwam er nog een leraar naar haar toe. En die zei van, en wat ga jij doen? Ja, ik ga naar de PABO. Naar de PABO, met VWO. En toen zei ze heel terecht van, nou, u wilt toch ook graag dat uw kinderen gedegen les krijgen? Zo van, oh, ja. 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 Er werd een beetje minachtend over gedaan. Niet door alle leraren natuurlijk, maar wel door die bewuste. Ik denk dat ze natuurtalent was. Ik heb van een PABO-leraar gehoord. Ze was een keer ergens in een moeilijke klas, kwam ze binnen. En dan ging ze op de stoel zitten en het werd stil in de klas. Nou, dat is mij nog nooit gelukt. Nee, maar ja, ik denk dat ze een natuurtalent was. Ja. Maaike voelde zich thuis op de PABO. Ze deed er nog een extra jaar achteraan voor speciaal onderwijs. Deze foto's zijn begin 97 gemaakt. Maaike loopt dan stage op het Korroen, een school voor speciaal onderwijs in Hengelo. Op donderdag 6 februari 1997 geeft ze er nog les. Nou, overdag was ze gewoon op de stageschool, waar 's avonds een carnavalsfeest voor leerlingen en docenten zou zijn. En om een uur of 5 is ze naar huis gegaan en heeft ze gezegd tot vanavond. Maaike spreekt met haar medestagiaires af bij het station van Hengelo. Om 7:30 zouden ze vanaf daar samen vertrekken naar het carnavalsfeest. Maar de altijd punctuele Maaike is er om 7:30 niet. En toen hebben ze op school meteen gebeld naar haar huis, maar geen gehoor. En later, toen ze toch nog steeds niet kwam, hebben ze zelfs het politiebureau gebeld. Is er een ongeluk gebeurd? Naar het ziekenhuis gebeld. Van, is er iemand binnengebracht? Allemaal acties waarvan je achteraf zegt, wat geweldig dat ze het gedaan hebben. Maar ze kregen nergens gehoor. Ze hebben geprobeerd hiernaar te bellen. Ja. Maar toen had je nog internet via de telefoonlijn. En een van de kinderen die zat achter bij de computer. Op internet, dus daar konden we niet gebeld worden. Ze hebben mijn moeder gebeld. Hoe ze dat wist, dat weet ik niet, maar ze hebben mijn moeder gebeld. En die zei, nee, het is donderdagavond, dan is Maaike altijd bij de Bruna. Want ze was donderdagavond altijd hier in het winkelcentrum bij de Bruna. Maar die avond dus niet. Nou, en toen kwam s'avonds om half 12. Jij was al in bed, kinderen waren in bed. Ik zat nog in de stoel, glaasje wijn, pijp. Werden gebeld, deed ik open. Onbekende man. Hij stelde zich voor als leraar van het Korroen. Hij zei, we maken ons zorgen om Maaike. Ja, Maaike, die viert bij jullie carnaval op school. Nee, zei, ja, zei, dat zou ze, maar ze is niet gekomen. Ik zei, nou, dan klopt er iets niet.
Een 24-jarige vrouw uit Hengelo is in haar woning om het leven gebracht. Na afloop van het feest hebben de leerkrachten contact gezocht met de politie. En vervolgens zijn ze naar de ouders gegaan. En toen is de vader samen met de leerkrachten hier naar de Theresiastraat gegaan. En daar heeft dus de vader zijn dochter aangetroffen. We zijn er binnen gegaan met zijn sieren. Het licht aangedaan in de gang. De poezen, drie poezen had ze die dwarrelden om ons heen. De kamerdeur open gedaan, licht aangedaan. En daar lag Maaike. Op de bank, op haar buik op de bank. Arm op de rug gebonden. Voeten gebonden. Tape over de ingetaped. En toen ben ik meteen doorgelopen naar de telefoon. Ik heb toen nog 0611, het oude alarmnummer, gedraaid en gezegd. Ik denk dat mijn dochter vermoord is. Ik heb wel gedacht, zou ze zich toch in iets vreemds hebben begeven? Dat je denkt dat je je kind kent, en dat is ook wel zo. Maar omdat het zo'n donderslag bij heldere hemel was, en omdat er tot de dag ervoor niks aan de hand was, denk je van, ja, er moet iets gebeurd zijn waarvan je niet weet wat het is. Het is zo raar. Ze was al gekleed voor het carnavalsfeest. En ik herinner mij, maar het blijkt achteraf niet te kloppen, ik herinner mij dat ze als Pierrot verkleed was. Maar vorig jaar hoorden we van die collega van haar, met wie ik samen naar haar flat ben gegaan, dat ze helemaal niet als Pierrot verkleed was, maar zwart-wit. Ja, als Raad van Elf, heet dat zo? Ja, dat kan wel. Ja, met een strikje. Ja. Maaike is met een mes om het leven gebracht. Maar door wie en waarom? Rechercheurs René Padberg en Marian Jansen waren vanaf het begin bij de zaak betrokken. Voordat wij dus naar de familie toe gaan om, willen we zelf ook een beeld vormen van hoe ziet het daar uit, hoe is de woning gelegen, hè, en dat je ergens over mee kunt praten. En toen troffen we de latere verdachte dader, troffen we dus al buiten aan. En dan kregen wij eigenlijk al een beetje het gevoel bij van, hé, dat klopt dus niet. Ja, dat is politieman eigen, politieman, ja. Politievrouw eigen. Wij kregen elkaar op datzelfde moment aan van, hé. Ja, dat is heel vreemd. Dan, van binnen gebeurt er dan iets. Ja, ja, noem het maar zesde zintuig. Dat is nog een keer zo. Uiteindelijk bleek dan dat haar pas weg was en dat er geld gepind was, zo gaandeweg het onderzoek. En naar aanleiding daarvan ga je dus verder rechercheren. Dus elke nieuwe ontdekking, in ieder geval wat we tactisch aantreffen, daar ga je als team op door rechercheren. En dat waren verschillende richtingen. Ik heb nooit aan geld gedacht, omdat, ja, dat had ze natuurlijk niet. Ja, gewoon om van te leven, maar... Na 2 weken... Er is toen in de krant geschreven dat de videoopname, er was gebleken dat er op die avond geld gepind was. En toen is er een artikel in de krant verschenen waarin stond dat er videoopnamen waren van bij de pinautomaten. We praten niet vaak over toevalligheden, maar dit was een toevalligheid. Dat we dus overal van verschillende pinautomaten de camerabeelden op hadden gevraagd. En zo ook van de bewuste automaat waar dus eigenlijk op gepind was. Alleen daar stond op dat moment geen camera op. En hoe dat verder in het nieuws is gekomen, weten we niet. In ieder geval niet vanuit het team uit. Maar op de een of andere manier is toen de volgende dag in het nieuws gekomen dat wij camerabeelden hadden opgevraagd van de pinautomaten. En ja, dat heeft toch blijkbaar bij de verdachte een beetje getriggerd van, ze zijn mij op het spoor. En naar aanleiding daarvan heeft hij gesprek met zijn vriendin gehad en heeft hij zich gemeld op het politiebureau. Het bleek te gaan om een man die bij Maaike in de flat woonde, 1 trappenhuis verder. Een man die toen illegaal in Hengelo verbleef.
een Marokkaanse buurman die was getrouwd en die had al zijn geld vergokt. En ik dacht dat hij ook het geld van zijn vrouw vergokt had. En zijn vrouw had gezegd, ik heb een reisje geboekt naar Marokko, een verrassing. Maar dat was op die donderdag 6 februari. Maar dan moet je 200 gulden aanbetalen. Maar dat had hij niet. Dus hij moest op dat moment, op die dag, moest hij 200 gulden hebben. En toen is hij op pad gegaan, hoorden wij dus achteraf. En kwam langs Maaike, zag haar en dacht, hé. Maaike werd door de man bedreigd met een mes en moest haar bankpas en pincode afgeven. Toen had hij dus naar huis, had hij weg kunnen gaan. Maar ja, Maaike die zou natuurlijk de volgende dag met een verhaal komen. Dan was hij het haasje. Toen heeft hij vermoord, op een gruwelijke manier vermoord. Wij zijn beiden toentertijd gevraagd door de teamleiding om in ieder geval de contactpersonen te zijn met de familie. En René en ik waren in de rechercheonderzoeken ook vaak een koppel. Op dat moment was ik ook de enige vrouw binnen het recherchebijstandsteam. En een man-vrouw koppel, dat was een goede keuze. En van daaruit zijn wij contact gaan zoeken met de familie. Als de rest naar huis ging, dan gingen wij 's avonds naar de ouders om in ieder geval ons gezicht te laten zien. Maar ook dat wat wij kwijt mochten qua onderzoeksresultaten of richtingen, dat deelden we dan met hun. Het gezin Kuiper beleefde een loodzware periode. Hun dochter vermoord om 200 gulden. Paul was jarenlang schoolmeester, maar na de moord op Maaike kon hij dat niet meer. Al probeerde hij het wel, op therapeutische basis. Er gebeuren altijd dingen in de klas, dan doe je een keer zo of hey joh, het is over. Maar wat er in de klas gebeurde, ik zag het gebeuren en ik ging naar buiten staan kijken. Ik deed niks. Ik ben naar de klas uitgegaan, ik ben naar de directeur gegaan en zei, ik kan het niet meer. Ik wil het ook niet meer. Het is niet goed voor mij, het is niet goed voor de kinderen, het is niet goed voor de school, ik stop ermee. Tijdens de druk bezochte uitvaart speelde de Concord Pipe Band. Maaike speelde daar doedelzak. In september 1997 volgde de rechtszaak. De moordenaar van Maaike werd veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. Hij schijnt in de rechtbank gezegd te hebben, nou, mijn leven is nou wel heel veranderd. Ja, u. Hij is ook in Pieter Baan Centrum geweest, hè? Ja. Ja. En daar... Hij had een gepantserd gevoelsleven, kwam daaruit. Ja. Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Ja, in zijn geboorteland was hij een prinsje. Ik wilde hem niet zien. Want stel je voor dat je hem tegen zou komen. Dat zou niet goed zijn voor mij, maar ook niet voor hem. Nee, ik wilde niet weten wie het was. We weten precies wat er gebeurd is. We weten precies waarom hij het gedaan heeft. En ik hoef me daar verder geen zorgen over te maken. Er is Maaike recht gedaan. Is er leven na de dood? Begin ik weer klein of ben ik daar groot? Is het er fijn of word je gepijnigd? Herenigd met mensen die je op aarde niet kende, maar daar al waren, jaren en jaren. Hoe zal het zijn, leven na dood? Deze gedichten schreef Maaike zelf, tijdens haar middelbare schooltijd, in schriftjes. Na haar dood zijn haar gedichten gebundeld. Het bracht haar vader Paul op het idee om elk jaar op haar sterfdag ook een gedicht te schrijven. Na een jaar, de eerste keer dat het weer 6 februari was, toen heb ik in Tubantia één regeltje geschreven, een jaar geleden. En sindsdien schrijf ik elk jaar voor Tubantia en voor Trouw op 6 februari een gedichtje. Waar ben je, mijn kind? Ben je ook zo alleen? Of zeg je, ik vind nu mijn weg alleen. De weg is zo lang zonder jou, mijn kind. De gedichten om Maaike te gedenken staan sinds november op sokkels bij de Lambertusbasiliek in Hengelo. Het zijn er 24.
Gedicht nummer 25 komt er zondag bij. Ja, maar ik denk dat volgend jaar het 26e komt. Maar dat neemt niet weg dat 25 jaar is natuurlijk wel een bijzondere tijd. Ja. Ja, elk jaar 6 februari weet je gewoon. En mijn man die attendeert mij ook altijd op. Oh, de familie Kuiper heeft ook weer een gedicht in de krant gezet. Ja, elk jaar lees ik het ook. En anders word ik erop geattendeerd, maar ik denk er zelf ook aan. Zelfs ik heb op mijn kalender staan, en dat heb ik bij weinig mensen, slachtoffers die ik begeleid heb, 6 februari, Maaike. En ik zet het er toch elk jaar weer op de kalender. Zij blijft haar rol spelen, niet alleen in ons leven, en dat is zo mooi, maar in zo heel veel levens speelt ze nog steeds een rol. En dat is geen verwerken, maar dat is herdenken. Dat is, mag ik dat zo zeggen, dat is haar levend houden. Maar dat is wel dubbelzinnig natuurlijk. Dat is haar levend houden. Zij blijft voortleven in zoveel levens. En dat vind ik mooi. Ja, je kind verliezen. Ik had toen geen kinderen. Je voelt natuurlijk wel het verdriet, maar je helemaal in kunnen verplaatsen, dat lukt dan niet helemaal. Maar nu we zelf een dochter hebben in die leeftijd, ik heb echt de laatste 2 weken elke keer wel over nagedacht. Van, denk, goh, dat zou je maar gebeuren, dat je dochter niet meer thuis komt en door een misdrijf of hoe dan ook om het leven komt. Dus toen kwam het wel ook wel binnen, maar nu, de laatste 2 weken, ja, heb ik er meer over nagedacht en voelt het ook anders, moet ik zeggen. We hebben wel meerdere bijzondere zaken gehad en de meeste die kunnen nogal wel redelijk naar boven halen steeds en dat is ook met deze zaak het geval. En dit is natuurlijk bijzonder omdat er eigenlijk voor een paar honderd euro een meisje vermoord wordt, dat meest onzinnige wat je maar kunt indenken, dat blijft toch altijd bij. Ja. Ja. Ik heb wel gezegd, als ik aan Maaike denk, word ik altijd blij. Wat herinneren jullie van Maaike, vragen wel zijn mensen. Nou, dan komt in 9 van de 10 geval haar lach. Ze kon zo vreselijk goed lachen. We missen haar nou 25 jaar, maar ze heeft 24 jaar geleefd. En dat was de moeite waard. Iemand heeft wel eens aan een lotgenoot gevraagd, als je nou wist dat dit zou gebeuren, had je het dan liever gehad dat ze er niet was geweest? Nee. Zeker niet, want hadden we die 24 jaar gemist, dan had Maaike ook heel veel gemist. Want ze heeft ook veel betekend. Ze heeft ook veel betekend voor veel mensen. En haar leven was de moeite waard.